Jullie van mij gewend zijn, zien jullie nu Anne-Sophie in beeld. Zij heeft namelijk de kleurtechniek gedaan bij Telie. Ik zal zelf wel het commentaar gaan geven hoe dat we die kleurtechniek precies hebben ingezet. Nou, wat we gaan doen is werken met skunk highlights. Dat wil zeggen dat je grote gebieden in het haar gaat oplichten. Aan de contourrand hebben we een zigzagscheiding gemaakt. Op het achterhoofd bij het kruingedeelte een zigzagscheiding en bij het achterhoofdbeentje een zigzagscheiding. Dit hebben we aan beide kanten hebben we dat gedaan. Kan je hier ook zien aan de andere kant, ook bij de contourrand een zigzagscheiding. Want we willen namelijk wel dat de vlakken mooi in elkaar gaan overlopen. We beginnen aan de achterzijde met kleuren. Nou, je ziet hier, Telie heeft een natuurkleurhoogte 1N. We gaan dan ook de Magic Mud met 9% gaan we gebruiken van Kiss. Deze blondeer kan 9 tinten plus oplichten. En we willen echt in een lichter eindbereik komen. Op ongeveer een kleurhoogte 8 waar we mee gaan inkleuren, kleurhoogte 7. Dus we hebben echt de Magic Mud hebben we nodig om door haar natuurhaar heen te komen. We beginnen met een diagonale scheiding aan de contourrand. En zetten we een hele slide zetten we in. Let op, we willen een zacht verloop naar de aanzet hebben. Dus we gaan niet de blondering helemaal tot de aanzet gaan we inzetten. Zorg wel dat het gehele haar goed in de blondeer is gezet. Maar maak een hele zachte overgang naar de contourrand. Dat je een mooi verloop erin krijgt. Zorg ervoor dat je folie altijd goed dichtgevouwen zit. Dat je niet tijdens het proces dat je folies gaat slepen. Nou, dan pak je de volgende passé. Je blijft diagonaal werken. Er zit geen haar tussen. Het is echt de ene folie op de andere folie. Vervolgens weer met je Magic Mud goed dik inzetten. Dat je zeker weet dat je er goed doorheen komt. Wanneer je het hele haar inzet met je blondering, dan kan je dus gebruik maken van de platte kwast. Maar zodra dat je naar de aanzet gaat poetsen, dan geef ik de tip. Draai je kwast dat je alleen het puntje gebruikt, dat je op die manier een beetje pieks en valleys kan maken richting de aanzet, dat je een mooi zacht verloop krijgt, dat je niet een hele harde lijn in beeld ziet. In totaal zetten we 3 hele slices folies dus in tegen de haarlijn aan, diagonaal mee laten lopen. Aan de andere kant doen we dat zo dadelijk hetzelfde. Maar ik wil nog eventjes terugkomen op die sterkere blondeer. We hebben bij Kiss namelijk de Magic Mud, onze 9 tinten plus oplichtende blondering. En we hebben onze Snow White, die kan 8 tinten oplichten. Wanneer kies je nu voor een sterkere blondering en wanneer kies je nu voor een iets mildere blondering? Zoals jullie kunnen zien heeft Telie zwart natuurhaar. Geen geverfd haar, zwart natuurhaar. We willen uiteindelijk uitkomen op een kleurhoogte 8. We moeten door flink wat sterk pigment heen, want we komen natuurlijk onderweg, komen we rood pigment tegen, we komen oranje pigment tegen en we willen dus eindigen op een geel pigment. De Snow White komt dus net eventjes wat sterker er doorheen. Nou, Telie heeft ook sterk haar, vandaar dat we kiezen voor 9% met de Magic Mud. Nou, de Magic Mud die meng je dus 1 op 2. Maar je kan ook een Kerabon toevoegen die het haar sterker houdt. En dan is de mengverhouding 1 op 1 met je Kerabon. Aan beide zijden gaat Anne-Sophie dus 3 folies plaatsen met de contourlijn mee. Dus diagonaal ingezet. Het mooie van diagonaal je folies inzetten op deze manier is wanneer het naar beneden valt. Dat je echt nog wel een zachte glooiing krijgt. En dat het mooi blendt met straks het donkere haar erbovenop. Wanneer je deze techniek gaat gebruiken bij je klant in de salon, begin dan ten alle tijde in de nek. Want met deze techniek ben je ongeveer wel 30 à 40 minuten bezig voordat je hem er helemaal in hebt zitten. En het kan dan zo zijn dat de nekpartij al eerder uitgespoeld kan worden. Nou, hoe makkelijk is het dat de klant aan de wastafel zit, je spoelt de nekpartij uit, maar je laat de rest van de folies nog zitten. Dus altijd in de nekpartij beginnen. Nou, hier zie je dus heel mooi in beeld.
dat de blondering echt soft naar de aanzet toe wordt uitgeveed om wel die zachte overloop erin te krijgen. We hadden natuurlijk al skunk highlights, hadden we al zoveel jaar geleden, maar dan werd de blondering echt tot op de hoofdhuid aangebracht. En dat willen we niet, want we willen nog wel een zachte blending willen we wel hebben in het huidige modebeeld. Dus hele slices inzetten, zorg ervoor dat de blondering goed in het haar gaat, vouw je folietje meerdere malen mooi dicht en let erop dat je altijd een schone kant zonder blondering tegen de aanzet inzet, want anders zou je iets van vlekken kunnen krijgen. Nou, vervolgens gaan we naar de zijpartij, maar nu krijgen we te maken met passés waar al een oude blondering in zit. Dat zien jullie zo dadelijk bij het volgende beeldfragment, want hier is het eventjes niet goed zichtbaar. Maar hier gaan we dus met twee soorten blondering werken in één folie. Ik heb namelijk mijn Magic Mud op haar zwarte natuurhaar nodig om hem goed er doorheen te krijgen, om hem op te lichten naar die kleurhoogte 8. Maar als je nou zo dadelijk kijkt naar de volgende passé, dan hebben we te maken met een oude blondering die erin zit. En ik wil daar geen Magic Mud op gebruiken. Dat haar is namelijk al opgelicht. En ja, daar hebben we maar een klein beetje meer nodig. Dus dan pak ik een zachtere blondering. Dus wat Anne-Sophie hier heel mooi doet, is op het zwarte haar brengt ze de Magic Mud aan met 9%. Want daar hebben we die sterkere verheldering hebben we nodig. Maar vervolgens gaat ze nu naar haar Snow White en die brengt ze op de oude blondering aan die de vorige kapper heeft gezet. Nou, hier zie je het mooi in beeld. We gebruiken de Snow White met 6% om het andere geblondeerde haar nog wel wat extra te verhelderen. Maar dan heb ik ook weer geen 9% heb ik nodig. Ook nu weer back-to-back slices. Dus geen haar ertussen, want skunk wil echt zeggen dat je een volledig opgelicht haarpatroon hebt. We hebben aan de voorzijde hebben we die zigzagscheiding hebben we er al in gemaakt. Blijf wel gewoon in je folie met je blondering. En dan in het eindresultaat door je zigzagscheiding blend je ook heel mooi door de rest van het haar blend je heen. Dat zagen jullie natuurlijk al op het eerste filmpje, hoe mooi dat het eindresultaat is. Nou, ook nu weer Magic Mud blondering met 9 op het zwarte gedeelte, Snow White op het alreeds geblondeerde gedeelte. Nou, dan je folie goed dicht, net zoals hier. Schone kant tegen de aanzet en dan doe je ook weer aan beide kanten doe je hetzelfde. Blonderen, dat weten we allemaal, dat is een kunst op zich. Ik begin natuurlijk ook al met je blondering klaar te maken. Ik weet dat er heel veel kappers zijn die los uit de hand de blondering klaarmaken. Wanneer je je blondering te dun maakt, dan is de massa van je blondering is minder sterk. Dus dan heb je ook minder verheldering. Wanneer je blondeermassa te dik is, dan kom je weer niet goed in het haar en dan heb je ook weer een mindere verheldering. Dus wanneer je gaat blonderen, maak altijd je papje klaar op een weegschaaltje, dat je zeker weet dat de mengverhouding goed is. We hebben bij Teli hebben we gekozen voor een hele brede skunk aan de voorzijde en bovenop het hoofd, dat echt de voorzijde als geheel wel opgelicht wordt. Nou, we blijven natuurlijk wel met die blending naar de hoofdhuid toe blijven we werken. En we nemen licht diagonale folies achterwaarts. Het is misschien een beetje moeilijker te zien hier op de camera. Maar we blijven op deze manier blijven we doorwerken tot boven op het hoofd. Wat belangrijk is als je je passés opneemt, is dat het haar nooit breder is dan de folie zelf. Want anders dan kan je niet mooie envelopje vouwen en zou je folies kunnen gaan glijden en dat creëert weer vlekken. En dat willen we niet. Nou, Anne-Sophie blijft op dezelfde manier constant werken. Daar waar het haar donker is, daar gebruikt ze de Magic Mud. Daar hebben we die sterke verheldering nodig. En daar waar een oude blondeer zit van een vorige kleuring, daar gaan we te werk met onze Snow White. Dat je op deze manier wel met je twee blonderingen blijft werken. Wanneer je in het haar gaat werken met folie, zorg er dan ten alle tijde voor dat je passé smaller is dan de folie waar je mee werkt. Dat zie je Anne-Sophie hier ook heel mooi doen. Je wilt ten alle tijde dat je folie op zijn plek blijft zitten en dat hij niet gaat glijden, zodat de blondering op de aanzet kan komen en vlekken kan veroorzaken.
Zodra je passé smaller is dan je folie, kan je hem heel mooi dichtvouwen, naar binnen vastzetten en dan blijft de folie ook op zijn plek zitten. Nou, Anne-Sophie gaat mooi door met de Magic Mud op het natuurhaar, met Snow White op de alreeds oude geblondeerde stukken, omdat ik daar natuurlijk geen sterke blondering bij nodig heb. Kijk, folietje dichtvouwen, schone kant tegen de aanzet, dat zorgt er ook weer voor dat het minder gaat vlekken. Netjes in je envelopjes werken en op deze manier, verzeker ik je, blijft je folie ook zitten. Wanneer we dan de bovenkant gedaan hebben, gaan we naar de achterzijde en dan gaan we met diagonale scheidingen gaan we werken. Het is misschien hier wat moeilijker zichtbaar ten opzichte van de positie van het hoofd, maar later zien jullie echt wel dat het diagonaal is. Het middenstuk, dus het stuk boven het achterhoofdbeentje en net onder de kruin, dat houden we helemaal natuurhaar, want we willen echt nog wel dat er een donker gedeelte naar voren komt gevallen. Anne-Sophie blijft op deze manier constant doorgaan. Ze draait haar kwastje naar de aanzet toe om die hele mooie zachte blending er wel in te houden. Aan de achterzijde zijn de folies diagonaal ingezet. Nou, helemaal in het begin van het filmpje konden jullie al zien dat Anne-Sophie een zigzagscheiding had gemaakt. Nou, het mooie is dan dat ze gewoon de afdeling van die zigzagscheiding kan volgen om de folies in te zetten. Ook nu weer alle folies op elkaar, geen haar ertussen laten, maar het gedeelte boven het achterhoofdsbeentje en zeg maar het gedeelte op het achterhoofd, dat blijft gewoon compleet natuurhaar. Want we willen nog wel het zwarte doorheen laten komen op het einde. Nou, hier zien jullie heel de technieken in zitten. Zo dadelijk aan de achterzijde kunnen jullie mooi zien dat die diagonaal is ingezet. We tillen hem hier nu ook op. Begin met je onderste folie, werk je weg naar boven. En dat tussenstuk laten we gewoon zo voor wat het is. Dat we echt nog wel wat donker haar er doorheen hebben. Na een inwerktijd van een uur, ongeveer een uur en 10 minuten, hebben we hem uitgespoeld. En toen zijn we het gaan tonen met de soft shades, met de 07T en de 07V. Een tabak met een violet gemengd. Het grote voordeel van deze tonen, supersnel aan de wastafel met een flacon opbrengen en hij is ammoniavrij. Het natuurhaar, het zwarte haar van Teli, zal niet oplichten door deze toner en dan komt er ook geen warmte bij vrij. Nou, we hebben dan mooie gedeeltes opgelicht in het haar. Hier kan je heel mooi zien dat we echt nog wel diepte en de donkerte hebben aan de aanzet. Dat het niet zo'n helle geblondeerde vlak is wat we gemaakt hebben. Het blendt allemaal heel mooi door het haar. De 07V en de 07T zijn heel mooi om mee te tonen. Want dan krijg je zo'n mooie poederige tabaktint krijg je dan. Ontzettend mooi, helemaal hip van nu. Van Teli is er ook nog een knipfilmpje te zien op mijn YouTube-kanaal. Dus ben je ook nieuwsgierig naar het knipresultaat? Kijk dan ook naar mijn andere film.